Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik naar Gfinity in Londen. En ik ga wat vlogs doen en zo, dus enjoy. Hi. Ik zit dus met deze mensen in een busje opgeschreven naar Engeland toe. Nou ja, opgeschreven, dat was helemaal weer zijn. Stefan's boot opgeschreven. Ja. Maar hier, deze mannen, check dit. Maar wij zijn dus onderweg naar Engeland, we gaan naar Gfinity. Het is een heel groot Call of Duty evenement, ik ben de cameraman. Deze mensen hier zijn voornamelijk de technici. Die zich bezig houden met de livestreams. Ja, ik denk dat straks het punt gaat komen waar we allemaal op hebben gewacht. Waar we vooral niet zenuwachtig moeten zijn. Kijk, zij zitten hier ook al. We hebben in ieder geval twee hostages meegenomen. Voorbereidende klappen. Maar de rest van ons die doet allemaal net alsof er niks aan de hand is. Lucas die flikkerde straks achterin. En dan doet hij. Ze maakt zeg maar hondengeluiden zodat hij niet opvalt. Dus Hoe dat? Ja, hij is al aan het oefenen. Dus ja, we gaan hopen dat we de grens daar overkomen. We gaan straks kijken of we de grens overkomen met onze hond en onze hostages. Dus we zien die straks aan de grens en dan gaan we kijken of we het overleefd hebben. En als je niks van ons hoort, man, subscribe even. Ik hou van je. Na een rit van een paar uurtjes zijn we uiteindelijk aangekomen in het mooie plaatsje Calais, waarvan de boot naar Engeland en de trein naar Engeland gaat. Wij nemen de trein. En dan moet je door de douane heen. En dat is iets anders gelopen als we hebben gedacht. Het werd namelijk heel erg spannend. En u denkt waarschijnlijk, waarom is het spannend om door de douane te gaan? Die smokkelt toch geen drugs of zo? Dat kwam omdat iemand zijn rijbewijs had meegenomen. En bij de Franse post van de douane, precies waar je nu naar zit te kijken, zeg maar, daar vertelde die meneer dat een rijbewijs niet telt als een geldig ID in Engeland. Dus hij zei, heel erg veel succes bij het volgende hokje, want je krijgt waarschijnlijk problemen. En ja, dat gebeurt ook helaas. We moeten allemaal uiteindelijk de auto uit. En we moeten een soort van douanepost doorlopen. Iedereen werd helemaal binnenstebuiten gekeerd of je wel legaal was en weet ik wat allemaal. En op dat moment sta je al op Engels grondgebied. En toen kreeg iemand in onze groep, Ruben, het heel erg warm van binnen, denk ik. Want er was een grote kans dat hij niet mee mocht. En ja, wat er uiteindelijk gebeurd is, kun je verder zien in deze video. Zullen we er allemaal uit? Kunnen we uitstappen? Zo ja, dus we staan hier nu met z'n allen. Ons werd gevraagd of we weer terug wilden gaan in de bus. Terwijl Raymond en Jertje daar aan het roken zijn. Kan je niet zien eigenlijk. Kan je niet zien. Is iemand die het, zeg maar, het raam even schoon wil maken van buiten? Ja, Mark. Mark, raam schoonmaken. Ja, alles voor jij, Mark. Ja, echt hè. Ja. Dus oh, daar komt hij. Nee, joh, slechter. Jertje komt in ieder geval even aan nu. Maar dit is best wel awkward, like, damn. Ja, dit moet ons weer overkomen. Ik sowieso echt om 2 uur s'nachts aan. Ik vraag me wel echt af wat er nou wat nu bent. Ik weet dat jullie dan weer zijn, maar als je bordjes kan lezen mag je hier niet filmen. Oh, uit. Helemaal, we zitten hier momenteel in de tunnel naar Engeland. En ja, er is iets heel naars gebeurd. Wij missen namelijk iemand van de groep. En zij zie je iedereen staan, even inzoomen. Daar. En we missen iemand, want wij zijn namelijk Ruben kwijt. Ruben die had geen ID-card bij zich. En die was dus over de grens gegaan naar Engeland. En die is nu een soort van aangehouden. En die moet een beetje ballen met de politie. En die had alleen zijn rijbewijs bij zich en dacht dat het een ID-card was. Dus die is nu helaas teruggestuurd. Dus die moet weer naar Nederland toe. Misschien dat hij nog morgen komt met een vliegtuig of zo. Dus dat is best wel fucked up. En ik denk dat we nu weer terug gaan naar de groep, want ik sta hier een beetje voor Everlo met een camera en al. Dat is best wel awkward. Ja, wat vind je hier nou van? Ja. Ja, even een andere vraag. Ik vind het ook jammer. Oké. Okay. Ja, hoe vind je dat zo jammer? Hoezo vind je het jammer? Hij had gewoon dat ik zie het. Nee, het was echt gewoon fucking down. Oké. Okay.
Dat was gewoon fucking down. Ruben, motherfucking down hier. Op een gegeven moment kwamen we eindelijk aan in Londen. En toen zijn we naar het hotel gegaan, hebben daar onze spullen gedropt. En zijn toen gelijk doorgegaan naar de Divinity locatie om nog te helpen opbouwen. Dat was al s'avonds laat, want we hadden natuurlijk ook wat vertraging opgelopen met Ruben. En ja, Londen zelf is ook echt een ramp. Eén groot verkeersdrama. Alles staat gewoon vast. Uiteindelijk na 100 rondjes te hebben gereden om een goede adres te vinden, zijn we aangekomen bij Divinity. En zijn we begonnen met opbouwen. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Dit is de eerste video, zeg maar, van een reeks video's. Ik weet niet, misschien zijn het twee, misschien drie video's van Divinity. Dit was de heenreis. En vond je deze video leuk? Laat het weten in de reactie. Geef een thumb up. En van de week komt deel 2. En dan zie je hoe het op Divinity zelf was. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer. Laters!